Goedemorgen allemaal. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vind de cijfers van de coronabesmettingen hoopvol in die zin dat het nadrukkelijk aangeeft dat we kennelijk ons gedrag aan het beïnvloeden zijn om het coronavirus weer eronder te krijgen. En dat is goed, want de situatie was al behoorlijk gespannen. En uiteindelijk doen we dit met z'n allen. Ik merk ook aan mezelf dat ik daar met wat meer ontspanning naar kijk, ook al mis ik het contact met familie en vrienden natuurlijk ook. Ik hoor dat ook van u terug als ik af en toe contact met u heb. Ik ben zelf van plan als burgemeester ook bij de sportverenigingen de komende weken langs te gaan op de zaterdagen om eens te kijken hoe het hen vergaat, maar vooral om een luisterend oor te bieden. Het college heeft, zoals u al weet, ook een aantal bezoeken afgelegd en gaat dat ook voortzetten. En natuurlijk doen we dat gepast en met respect voor de regels. Want het dilemma is, je wilt toch aandacht geven aan mensen die belangrijke zaken in onze samenleving doen, zonder dat je het verkeerde beeld oproept. Nou, we gaan ermee door en ik zou zeggen, moedig voorwaarts. Tot de volgende keer.